Snow Magazine wordt mede mogelijk gemaakt door Sport 2000, your professional sportshop, Continental, testwinnaar winterbanden en Sunweb, creating memories. Leuk dat je weer kijkt naar Snow Magazine. Deze week zijn wij in Nauders en Pfunds in Tirol. Nauders is een typisch Oostenrijks dorp dat ligt vlakbij de Italiaanse grens. Dit kun je in deze uitzending van Snow Magazine verwachten. Ah, jeetje, wat een uitzicht. Veel mensen denken nog steeds dat winterbanden erg duur zijn. Dit valt eigenlijk best wel mee. Als jij je banden van de winter laat wisselen, gaan beide sets uiteindelijk langer mee. Wist je trouwens dat het aantal schades met zomerbanden in de winter 32% hoger is? Het lijkt me dus gelijk een prima investering in je eigen veiligheid. Zo. Deze tassen maken ze natuurlijk niet alleen voor deze auto, maar nog vele meer. Allemaal op maat gemaakt. De rest pak ik straks. Eerst inchecken. Ah ja, ik was heel eventjes het snoepwinkeltje aan het klaarzetten speciaal voor jullie. Want deze week staan de schoenen centraal. We hebben allerlei verschillende schoenen. Voor de mannen, hard, zacht. Maar de keyword van eigenlijk van alle schoenen die wij hebben van Salomon & Atomic is lichtgewicht. Alles moet lichter. Neem bijvoorbeeld dit schoentje. De Hawx Ultra 130 weegt 1,7 kilo. Zonder aan stijfheid in te boeten. En voor de dames hebben we natuurlijk een schoen met een geïntegreerd verwarmingselement. Heel lekker. Vrouwen hebben vaak last van koude voeten. Maar dat hebben we nu ook voor de mannen. Kijk hier, 's nachts laad je hem op via dit stekkertje. En vervolgens kun je op de piste, als je het koud hebt, kun je hem op 1, 2 of 3 zetten. Nou, wat wil je nog meer? Goed, ik ga vandaag op de Hawx Prime. Dat is de opvolger van de Hawx. En dat is werelds best verkochte medium fit skischoen. Oké, nou genoeg gepraat, we gaan skiën. I love dicks. Ik heb vandaag afgesproken met Tamar en Tijme. Zij lopen hier in Nauders 4 maanden stage als skileraar. Dus ik ben in goede handen. Jullie komen hier al bijna een aantal jaar, zowel werkend als stage. Jij 6 jaar, jij 4 jaar. Klopt. En werken jullie altijd samen? In het begin zijn we begonnen met samenwerken. We zijn in Kinderland begonnen. Toen zijn we samen gaan werken. Nou, op een gegeven moment zijn we uitgebreiden. Ja, nu staan we hier. Leuk. Ja, je zegt heel het samen, maar jullie zijn geen setje, of wel? Nee, nog niet. Ook niet af en toe. Jullie zijn beide skileraar. Help mij even uit die droom, want er hangt natuurlijk onwijs een magie rondom skileraren. Het is één groot feest, mannen, vrouwen. Is het waar? Ik zou je gelijk uit de droom helpen. Hangt er vanaf hoe je zelf bent. Ja. Je hebt natuurlijk wel... Oh, dus jullie durven dat niet. Je hebt natuurlijk heel veel animo, maar wij zijn rustig. Oh, jullie zijn rustig. Het nieuwe dalstation ziet er niet alleen maar futuristisch uit, maar hij is ook van alle gemakken voorzien. Kom, zo heb je hier een restaurant, toiletten, een skidepot om je skis in achter te laten. Maar ook een winkeltje waar je skispullen kunt huren, kunt aanschaffen, maar ook nog kunt laten wachsen en slijpen. Nou, wat een luxe toch? En waar zijn jullie skis? Die hebben we in het skidepot neergezet. Oh, wat die gaan we even ja, heel hard. Nou, hier hebben we ons kluisje. Gaat echt super simpel met een pasje. Ja. Skis kunnen er makkelijk in. Schoenen worden verwarmd. Handschoenen worden verwarmd. Helmen kunnen erin. Dus het is allemaal heel goed te doen. Lief. En met hoeveel personen kun je maximaal in zo'n kluisje? Het is voor 2 volwassenen ja? En 1 kind erbij. Dus met z'n 3 eigenlijk. Het is een skigebied. Vooral voor gezinnen, hè? Ja, het is heel overzichtelijk. Dus
ja, je kan eigenlijk je kind wel ook een beetje zijn gang laten gaan. En ja, veel dingen voor kinderen. De pistes zijn ook goed te doen voor kinderen, ook voor beginners. Maar voor gevorderden zijn er ook zeker genoeg uitdagingen. Dus eigenlijk voor ieder wat wils. Kijk, dan komen we hier bij de plek waar het skiën allemaal aangeleerd wordt. Oftewel het kinderland. Het is niet alleen veilig, maar ook wel lekker. Dan kan je als ouder zijnde kunnen gewoon lekker vrij skiën. En zijn allemaal Nederlands? Zijn jullie allemaal Nederlands? Ja. Ja? Wat ik gewoon heel prettig vind, is dat die leraren gewoon Nederlands zijn. Dus taalbarrière is vaak een probleem in de meeste skigebieden. Maar in dit geval, top. Het skigebied van Nauders is aantrekkelijk vanwege zijn verscheidenheid. Aan de ene kant het Chajek, met een geweldig mooie lange piste met veel hoogteverschil. En aan de andere kant de breedste van Europa. En het is er niet druk op de piste. In totaal hebben ze 24 liften in dit skigebied. En 85% van het skigebied wordt kunstmatig besneeuwd. Dat houdt in dat er in ieder geval sneeuw ligt tussen half december en half april. En dat maakt dit gebied tot een van de meest sneeuwzekere skigebieden van de Alpen. Gas erop! Hoppa! Voor lunchen. Het is altijd lekker, jongens. Ah, precies op tijd. Pieter Parken, dankeschön. God, wat gaan we eten? Appelstroedel met vanillesaus. Moet je gewoon hier in Oostenrijk eten. Kijk, dit is het kaartje van het skigebied van Nauders. Verder is het rustig en ligt het al heel hoog. Doet Nauders het dorp, ligt al op 1400 meter. Wij zitten nu op het middenstation. En bij het middenstation heb je de Zirbenlift. Die brengt je hier omhoog. En daar vind je de breedste piste van heel Oostenrijk. 300 meter. Nou, het is echt fantastisch om daar vanaf te suizen. En wat ook een positief punt is aan dit gebied, is dat alle pistes op één punt beneden uitkomen. Dus je kunt niemand meer kwijtraken. Naast het skiën kun je hier ook rodelen op een van de langste rodelbanen van Tirol. Kijk eens, het groene. Hoppa, 8 kilometer lang. Hartstikke leuk voor kinderen. En als het misschien iets minder weer is, dan draag wel een helm. Het gaat echt hard, jongens, dit. Woehoe! Oh. Het is echt vet. Oh, een beetje helpen. Oh. Oh. Joehoe. Kijk, overdag is het al leuk. Maar je kunt ook 's avonds, 2 keer per week, is de rodelbaan verlicht. Nou, dan weet je helemaal niet waar je... Hoe je moet sturen. Althans, je moet wel echt opletten dan. Maar dit is toch prachtig, jongens. Dit is sinds dit jaar een nieuw restaurant. Super mooi van binnen en van buiten eigenlijk ook. En het heet Stierham, omdat hier vroeger? Stier woonde. Kijk.
Wat is de kwaliteit van de skischolen hier in Nauders? Ja, dat ligt natuurlijk heel verschillend. Je hebt leraren die in kinderland werken. Het kan je natuurlijk niet vergelijken met iemand die een privé les geeft aan iemand die al bijvoorbeeld Zwarte Piet te makkelijk vanaf komt. Dus eigenlijk voor elk niveau heb je wel gewoon een goede leraar op dat niveau. Nou, jij hebt lekker vis, vlees, pasta, eten. Dan kunnen we zo weer de piste op. Is goed. Eet smakelijk. Bon appétit. Bon appétit. Jeetje, wat een uitzicht. Snow Magazine wordt mede mogelijk gemaakt door Sport 2000, your professional sportshop. Protest to get there. Sunweb, creating memories. Jazeker, het is echt een superhandig ding. Je kan hem mooi, je iPhone 5 of iPhone 6 kan je erin stoppen. Het is heel simpel, klepje dicht en je kan hem dan niet verliezen. Nou, ik wil even dat je ons samen filmt. Ik ben benieuwd wat je kan. Nou, zullen we dat gaan doen dan? Ja, let's go. Dit is Pfoens, het dorpje onder Nauders. Een prachtig mooi boerendorpje waar de tijd heeft stilgestaan. Althans, zo lijkt het dan. Je kunt er weliswaar niet skiën, maar wel heel gunstig wonen met de hele familie. Want met een kwartiertje sta je zo met een gratis skibus in de sneeuw. Ah, jeetje, wat een uitzicht, hè? Ja, guys. Het is echt heel mooi hier. Daar heb je het Engadin dan, ja? Bij St. Moritz. Dan heb je, als je iets meer daarheen gaat, het Pietslaat. Dat is het drielandenpunt van Italië, Zwitserland en Oostenrijk. Juist. En als je meer daarheen gaat, heb je Schöne Ebene, waar jouw skipas ook geldig is. Oh ja, dat klopt. De skiën kunnen die twee wel. Hallo, hé. Nou, dat was een lekker afdalertje, zeg. En wat er wel leuk om te vermelden is, je hebt namelijk ook, voor Nauders heb je een app. En op die app kun je precies zien wat je hebt geskiet, hoeveel en waar je bent geweest. Is het gebied een beetje geschikt voor de kids? Is het leuk? Het is heel erg geschikt voor de kinderen. Zoals je ziet zijn er overal pistes, blauwe, rode, dus is voor iedereen wat. En het mooie eraan is, de kinderen kunnen gewoon vrij zelf skiën zonder papa of mama. Omdat je overal altijd weer op een mooi meeting point komt en je hebt overal het uitzicht over op alle pistes. Dus daarom is het heel mooi dat je kinderen gewoon lekker dat kunnen laten doen en wat ze willen. Elke week komen ze wel weer even voorbij in Snow Magazine. En dat zijn de kousen. Kom even, Sabine. Want je hebt ze in allerlei verschillende soorten en maten. Iets dikker, tot heel dun, tot compressiekousen. En waar zijn ze nou allemaal belangrijk voor? Er is een misverstand dat men denkt dat hele dikke kousen zorgen voor warme voeten. Maar dat is niet per definitie waar. Koude voeten krijg je bij natte sokken. Dus de bedoeling is dat het vocht, het zweet van je voeten, zo snel mogelijk wordt afgevoerd. Dus daarom heb je goede kousen nodig. En de gevorderde skier
vind het veel fijner om in een dun sokje te skiën. Daar heb je meer contact, maar het is even warm. Hoeveel kindjes heb je ook nog? Zo. Nou, zoals je ook wel kunt zien, is nou dus echt een authentiek dorp. Het bestaat echt duizenden jaren. En het staat ook onder monumentenzorg. En heel opvallend is, heel typerend voor Nouders, die mooie vesting bovenop die berg als je aankomt rijden. Oké, het moment van de waarheid. Zijn jullie er klaar voor? We zullen zien. Voor. Jullie examen moeten jullie ook de slalom doen? Ja, klopt. Ik ga onderaan de finish staan. En dan ga ik ze even klokken wie van jullie het snelst is. Okay. Zet hem op, may the best man win. Nou, ik zit nu in de skibus naar Pfoens. En Pfoens is ongeveer een kwartiertje van Nouders vandaan, in ieder geval van het skigebied. Qua onderkomen is het een stuk voordeliger dan als je in Nouders zit. Zeker als je met het hele gezin bent. He, dus vader, moeder, een aantal kinderen, kost toch aardig wat geld. En dat scheelt aanzienlijk. It's a place I made up. En in Pfoens heb je het Chaidal, een juweeltje van de Alpen waar je heerlijk kunt wandelen en langhaffen. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. Maar in Nouders kun je ook goed langlopen, maar liefst 90 kilometer helemaal tot aan de Italiaanse grens. Op deze hoogvlakte, vlak bij de Reschenpas, heb je niet al te veel hoogteverschillen, maar wel sneeuwzekere loipes. Dus ook zeker geschikt voor beginners van deze mooie sport. Biertje drinken, jongens. Eerst is aan mij. Afreski bij het werkstation is nieuw, hè? Ja, klopt. Ik laat jullie hier achter. Ik duik nog even de wellness in met Sander. Heel veel plezier. In heel Nouders zijn er 4 hotels waar je openbaar gebruik kunt maken van de wellness faciliteiten. Zoals een sauna. Nog een sauna, 90 graden. En die is echt heet. Infrarood, ook lekker voor je spieren. Maar ik ga even zwemmen met Golda. Nouders is een goede bestemming voor families en heb je een kleinere portemonnee, dan is Pfoens ook zeker aan te raden. Als je boekt bij de goede tour operator, let er dan op dat je ook je skipas erbij koopt. Dat scheelt veel geld ter plaatse. En een tip? 1 keer per week is er een spectaculaire nachtshow bij de Lergenalm op de piste. Zeker de moeite waard. Snow Magazine wordt mede mogelijk gemaakt door Sport 2000, your professional sportshop. Protest to get there. Sunweb, creating memories.